Yo kijkers van Edeldier, welkom bij een nieuwe aflevering van The Conquest of Middle-earth. En vandaag zijn we er weer in onze fort, of in ons fort, sorry voor die spellings, of spelfout, zoals ik het zeg. Goed, we zitten hier dus in ons fort in Dol Amroth. En ik heb op dit moment even geen shaders aan, omdat ik nu op mijn laptop zit. Ik ga even mijn scherm heel iets omhoog zetten, want dan kan ik ook wat meer in de camera kijken. Yo. Dol Amroth, geen shaders. Waarom geen shaders? Ik zit nu dus op mijn laptop en op mijn laptop kan ik geen shaders aan. Maar goed, we hebben hier wel een heel mooi uitzicht vanaf hier. We kunnen hier namelijk over ons fort heen kijken. Dit is echt onze uitzichttoren en onze last stand. Want als de twee beacons gevallen zijn, dan gaan mijn mensen de hele tijd hier alleen maar campen. Totdat ze naar boven komen, dan hebben we ze zo tak dood. Dit is de beste tactiek om te gaan winnen. En dat gaan we dus ook gelijk en zeker weten doen. Maar goed, hoe kom je hier dus nou naar boven? Hé, dit bugt. Want hier zit onze tweede. En tot dan hier. Dus zeg maar zo. Kan je dus naar boven komen. En ik moet dan nog één dingetje fixen. En dat is dat dit straks ook dicht komt te zitten. Dat ze via deze poort. Hier zit namelijk de poort. Dat ze hier de eerste spawnpoint kunnen pakken. Vervolgens kunnen ze door, zeg maar. Dan wachten we gewoon tot we hier zijn. Hier zo. En dan kom je dus hierop. Maar dan moeten ze nog best wel een weg. En dan kunnen ze pas hier de trap op. Dus ze moeten nog best wel een parcours afleveren. Of afleggen, willen ze hier komen. Maar goed, ik vind hem nog best wel wat gelukt. Ik heb heel veel tijd hier nog in, of aan besteed om dit, zeg maar, er neer te zetten. Ik vind het dak totaal niet gelukt. En mijn bouwstijl heeft me echt totaal. Het is gewoon niet mooi geworden. Maar goed, vanaf deze kant. Ik denk van dat houden we een beetje simpel. Ik wil nu opnemen, zeg maar. Want ik neem het eigenlijk vandaag op, nu ook de video online komt. En dat komt omdat ik een probleem had met mijn opnameapparaat. Want ik kon niet opnemen, zeg maar. Ook omdat ik het daarnaast heel druk had met mijn toetsweek. En ja, uiteindelijk hebben we dit dus nu gedaan. En dit is de derde, vierde aflevering van de derde reeks. Dus dat houdt in van aflevering 20 tot 30. En dan denk ik dat wij klaar zijn voor een gevecht met Jurgen. En dat hoop ik ook in ieder geval. We gaan in ieder geval even kijken in onze questbook. Wat we daar nog voor questen hebben staan. En dat we eventueel nog wat spullen kunnen verzamelen voor de oorlog. Want hier zie ik heel veel questes bestaande uit Collect 2, blablabla, Gundabad Works, High Elves. Ze hebben allemaal questen voor ons. Maar zijn er ook wat van mensen van Dol Amroth die eventueel een quest voor ons hebben? Want volgens mij is dat niet zo. Hallo? Nee. Nee, het houdt hier al een beetje op. Maar het is ook. Het begint nou net nacht te worden. En ik vind het altijd zo vervelend als het net nacht wordt. Dus we pakken even de toortjes. Want dan hebben we in ieder geval wat verlichting. Zeg maar. Want straks zien we ze toch wel met hun donkere armor. Ze mogen wel bang zijn voor ons. Hoor, want ons fort is vrij stevig. En ik heb nog steeds niet gespiekt bij Jurgen hoe dat zit. Dus dan moeten we dan ook maar even zien. Maar hier moeten ze flink door nog wat barrières heen. Wat ik nog niet ga zeggen. En waarom is dat dus niet? Want. Zo weten ze hoe ze naar binnen kunnen komen. En dat willen wij natuurlijk niet. Dat moet een geheim blijven. Maar goed, als we nu op de map kijken. Waarom werkt hij niet? En nu loopt mijn hele Minecraft. Nee, hij loopt niet vast. Oké, je ziet hier heel Middle-earth. Op dit moment. En wat er nu eigenlijk is. De strijd zal plaatsvinden tussen Dol en Riel. Want dat kan Jurgen dan winnen. En ik wil graag Tol'Falas. Tol'Falas is een eiland gelegen wat oorspronkelijk van de mensen was, maar nu dus van de piraten. Het heeft verder geen functie. Het hoorde vroeger volgens mij wel bij het. Vergeef mij als ik het fout zeg, sorry daarvoor. Maar goed, je moet dit zien als heel Gondor. Wat betekent dat nou? Dat deze stukjes, zoals Lebanon, dat dit ook te veroveren is als een apart stuk. Je hebt ook Irfilien dat je kan veroveren. Je kan Gondor veroveren, dan heb je dit hele stuk, zeg maar, met dit hele grote stuk ten noorden van ons. En de White Mountains zijn eigenlijk niet te veroveren. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Mordor Mountains, die kunnen we niet pakken. Maar wij kunnen bijvoorbeeld wel ervoor zorgen dat wij de Morgulfeel kunnen overnemen. Maar ik heb daar niet echt zoveel belangstelling voor. Want wat kan ik daar vandaan halen? Niet veel. Hetzelfde geldt voor heel Mordor. Daarom zou ik het ook niet snel willen gaan veroveren. Want er zitten ook natuurlijk allemaal bad spawns. Hé, wat is dit? De Nir Harad Semi-Desert. Dat is ook wel grappig om te zien. Misschien dat we daar een keer naartoe moeten gaan. Ook hier de Red Desert. Ik weet niet eens of ze daar überhaupt wel spawnen, zeg maar, mensen van Harad. Dit is allemaal nog gebieden die ik kan overnemen van Jurgen. En het liefste
wil ik eigenlijk naar de trollen kunnen. En dat kan door hier naartoe te gaan. Naar de Pertorguef, of hoe je dat ook zegt, ik weet niet. Dat gaan we proberen te veroveren. Maar eerst wil ik proberen Umbar. Umbar is de plek van haar ratten. En daar gaan wij ons nieuwe hoofdkwartier zetten. Maar het is nog een beetje donker. Dus wat ik even snel ga doen. Ik ga even snel een bedje neerzetten. Sorry ervoor. Als ik in ieder geval even zo het bedje pak. En dan gaan we hem zo even kapot maken. Maar het is eventjes om de dag te maken. En ik vind het zo vervelend om in de nacht te spelen. Dus daar kunnen we even niks tegen doen. Maar ja, goed, het is nu dag. Doen we die weg. En dan moet die even zo de inventory in. En dan doen we game mode 0. Zo, we hebben het dus weer legit gedaan. Sorry daarvoor, jongens. Oké, goed. Het is nu dag. Wij gaan eventjes een avontuur beleven. En dat kunnen wij het beste doen. Ik ga eventjes zo handen voor mijn ogen. En dan ga ik mijn muis helemaal rond switchen. Totdat wij op een plek komen. En dat is 3, 2, 1. Dat is hier. Waar ben ik? Oh, dat is een zee. Oké, 3, 2, 1, go! Waar ben ik nou? Waar is mijn muis? Oh, hij zit nou buiten. Hij zit buiten mijn scherm. Oké, nog één keer. 3, 2, 1. Ja. Waar ben ik nu? Ik zit. Oké, even kijken. 3, 2, 1. We zitten in Wilderland, jongens. We gaan naar Wilderland toe. En wat kunnen wij het beste gaan onderzoeken? Ik denk dat het handig is. Dat wij richting Deel gaan. Want daar zijn we de laatste tijd ook nog niet geweest. En daar zit natuurlijk ook Gundabad. Dus of we gaan. Ja, we gaan naar Deel toe, zeg maar. Kunnen wij hier naartoe? Oh, kut. Wij moeten even fast travelen, jongens. Kom op. Ik wil nog wat kunnen. We kunnen hier ook naartoe. We gaan naar de Wilderland Crossing. En we hebben nog 10 seconden cooldown tijd. Dus we gaan even kijken. Hopelijk is het wat. De Wilderland Crossroads. Zitten hier vijanden? Zit er überhaupt wat? Want hey, kijk, dat komt sowieso al goed. En er is een Nir Harad trader hier in de buurt. Zie ik. Waar is die dan? Ik zie daar wel schaap, dus daar kunnen we nog mutten halen. Maar waar is die trader? Ik kreeg ook kleine leg spikes. Zo vervelend als je weer wat op je. Oh, er zitten hier allemaal merchants. Hier, kijk, daar zitten de merchants. En hebben wij geld bij ons? Nee, die hebben we niet. We gaan even kijken. Misschien dat we wat kunnen regelen. Misschien dat ze wel eten opkopen, want ik heb pork chops bij me. Hallo. Oh, kijk, deze heeft een munt. Trade. Deze heeft allemaal wapens. Die we toch al. Wat is dit? Een Dwarven Mafok. Of een Metak. Of hoe je dat ook zegt. Ik weet niet. Dwarven Axe. Wat koopt hij op? Hij koopt pork chops op. Maar dan heb ik niet veel meer over. Dus ik denk dat wij. Wat krijg je hiervoor? Ik krijg 52 coins. Nou, nah, dat gaan we niet doen, jongens. Sorry. Pony? Ponies? Waar zitten hier ponies? Ik wil ponies. Hey. Daar is voedsel! En niet zo'n klein beetje ook. Dat gaan wij pakken. Op dit moment zijn wij dwergen natuurlijk in sowieso het voordeel. Want wij hebben de potions. Maar we hebben niet de magie. En dat moeten wij dus eigenlijk wel gaan fixen. Want ik ben bang dat wat er straks gaat gebeuren is dat Jurgen zegt van... Hey Leon, ik wil wel voor Fangorn gaan vechten. Maar dan moeten wij sowieso een hele goede basis kunnen gaan maken. Want als we dat doen, dan... En wij verliezen dat, zeg maar. Dan wordt het heel kloten. Want dan moet ik... Ik wil gewoon dan om Femcorn blijven vechten. Dus in ieder geval, als hij dan zegt van de volgende keer... Dan gaan we sowieso heel veel potions maken. Dat we gewoon de hele tijd kunnen regenen. Want dan moeten wij, als het goed is, niet kunnen verliezen. Maar als ik een koers slag, dan gaan de dikke FPS af. Zien jullie dat ook? Nou niet meer. Oh. Hoeveel vlees heb ik? Ik heb nou 12 raw beef. En ik heb ook wat leveltjes erbij. Oké. En hier is nog de laatste koe. Hup, koe. Kom hier. Oh, nee, koe. Nu terug. Waar gaat hij naartoe? Huh? Koe. Oh, zo. Nice, hij is dood. Hey, ik pak geen spullen op, of wel? Hij dropt er gewoon niks. Oh, jawel, levels. En 15. Oké. Goed. We zitten nog steeds in de Wilderland. Maar wat kan je hier eigenlijk allemaal doen? Ik weet in ieder geval dat hier in de buurt Erebor is. En dat hier sowieso heel veel dwergen zijn. Maar wat kan je hier verder doen? Ik kan ook even op mijn map kijken. Maar dan moeten we zo even zien. Porkchops. Oké, we gaan gewoon een beetje langs de road. Wat is dat? Oh, dat is zo'n dat is die Harad-trader. Zou die ons doden? Ik weet het niet. Hebben wij een negatief alignment met Harad? We zullen het zo zien. Hij heeft wel een fancy kostuum aan. Moet je zien.
Die Haradsrijder, wat heeft hij überhaupt? Zo. Gaan we hier kijken. Hij heeft wel een mooi hoed. Trade. Hij verkoopt Lapis Lazuli Oor. Orange Woodplanks. Hij verkoopt Poisonous Harad Duckers. Maar wat koopt hij op? Hij koopt ijzer op. Oh, dat zijn allemaal spullen die ik niet heb. Oh, ik had deze graag willen hebben, man. Een Harad Dagger. Dan konden we snel slaan, zeg maar. Gepoisoned zijn ze dan. En dan zijn ze fucked. En wat is dit? Ja, weet je. Fuck jou. We kunnen niks met jou. Misschien dropt hij wel wat. Harad Dream Slayer. Nice. Nu heb ik negatieve alignment van Harad. Nou goed, dat moesten ze eigenlijk toch hebben. Want als we dan een keer naar Harad gaan, dan kunnen we daar in ieder geval alles... Oh, voedsel. Nice. Wij hebben voedsel nodig voor het gevecht, want dan kunnen we ook regenen. Maar zoals het er nu uitziet, wij hebben voorraden, we hebben pijlen. Ik mag nou ook niet meer buiten de opnames helaas dingen gaan doen. Ik mocht alleen buiten de opnames gaan bouwen, want anders kan er natuurlijk geen fort. En ja, we moeten het eigenlijk maar zien hoe we het verder gaan doen. Want ik heb wel het gevoel... Wat is dit? Oh, het is gewoon een donkere plek. Er was gewoon een bug. Oké. Oh, dit zijn irritante bloemetjes, jongens. Maar hier zitten toch normaal ook altijd van die random spawns. Of heb ik dat ook fout? We gaan gewoon hier dit pad volgen en waarschijnlijk komen we zo wel wat tegen. We kunnen lekker rennen. Of zitten hier geen ruïnes? Dat zou je wel denken, want Wilderland, wat was dat vroeger? Volgens mij stond dat toch... Nou, ik weet in ieder geval als ik naar... Dit was vroeger het gebied van de hobbits. Dat was de Vales of Anduin. Daar zaten vroeger hobbits, maar die zijn uiteindelijk verhuisd. Ik weet ook niet meer waarom. Weet je, het wordt dus tijd dat ik gewoon een keer weer wat ga verdiepen in de Summerlands. Of hoe je dat ook zegt. Summerlands. Het klinkt altijd wel grappig. Het gaat zeg maar over het verhaal van Lord of the Rings. Hoe het is ontstaan met Arda. Die zijn, waar mensen die eigenlijk dingen heeft geschapen. Die dan ook weer dingen hebben geschapen. En waarbij weer goed en kwaad was. Dat de wereld er eerst heel anders uitzag. En hoe het uiteindelijk allemaal tot stand is gekomen. Dat is eigenlijk best wel een diepgaand verhaal. Want uiteindelijk had je Velkor, zeg ik dat goed? Waarschijnlijk word ik echt keihard nu gedist door alle fanboys. Zo van, ja Leon, je zegt de helft niet goed. Maar ik heb een tutorial video gekeken over hoe het wel in elkaar zat. Dus ik hoop in ieder geval Velkor was het. Of Melkor. Ja, sorry. Waarom zeg ik nou maar Velkor? Nou, Melkor die maakte dus uiteindelijk ook Sauron. En die zorgde ervoor dat al het kwaad naar Middle-earth kwam. En daardoor zijn er natuurlijk ook de ringen geschapen, dat soort shit. En zo werd eigenlijk alles kwaad, wat kwaad kon worden. En uiteindelijk werd iedereen verslagen door natuurlijk één fucking kleine hobbit. Wat een heldenavontuur was dat zeg. Oké, zit hier nog wat? Ze hebben hier zulke mooie vlaktes, maar... Even kijken. Oh, we gaan nu richting het zuiden. Ik dacht dat we richting Erebor aan het lopen waren. Oké. Maar goed, kunnen wij eigenlijk op de map kijken? Ja, dit is de map. Moet je zien. Dit hele stuk hebben we al gelopen. En je kan hier ook... Normaal kan je altijd dingen opzien, zeg maar, die wat te maken heeft met de mod of niet met de mod. Ik vind in ieder geval dit gebied om rond te lopen straks, ook als je straks op PME zit, dan kan je hier gewoon als speler gewoon deze paden gaan volgen. Maar die paden moeten we natuurlijk wel ietsjes gaan... zo gaan maken dat het wat makkelijker is om rond te lopen. Hey, kan je nog maar eten? Chill. Deze zijn... Ik weet eigenlijk niet wat je met al die berries kan doen. Kan je daar geen taart mee maken of zo? Dat zou wel fucking droog zijn. Nemen we deze mee? Deze nemen we mee. Die zetten we gewoon bij onze base neer. In de Blue Mountains. Maar wat denken jullie? Denken jullie dat ik eerder deze hele wereld zal gaan overnemen? Dat de dwergen de wereld zullen gaan domineren? Of dat Sauron gaat winnen? Want zijn jullie voor het goede? Of zijn jullie voor het kwade? Want heel veel mensen altijd voor Jurgen. Want dat snap ik ook wel. Want Jurgen is natuurlijk... Jullie favoriete YouTuber. En ik ben natuurlijk maar Leon. Ik ben Leon. En ik speel Minecraft. Niet echt bijzonder dus. Maar hopelijk laat ik het nog een beetje bijzonder lijken. Ik vind... Hey, kijk! Kijk, jongens. Daar moeten we zijn. Dat is een ruïne. Zal daar wat in de buurt zitten? Je ziet het in de volgende aflevering van Lord of the Rings. Conquest of Middle-earth. Nee, grapje. Wat is dit? Kunnen wij hier iets doen? Ik weet het niet. Als hier niks zit, dan hebben we dikke pech, jongens. Maar het is wel mooi, zeg maar. We hebben toch pickaxe bij ons, dus we kunnen gewoon naar boven. Hebben we hier een mooi uitzicht in de Wilderland? Zo. Ja. Ja, ik
Wil je hier gewoon naar boven? Ik wil niet dood. Spring. Oh. Oh. Ja, volgens mij is het gewoon één kleine kuttoren waar je helemaal niks aan hebt. Ja, en dat bewijst het maar weer. We gaan even hier bovenop kijken en hebben een geweldig uitzicht over de Wilderland. Moet je kijken, moet je kijken. Oh, wat een bijzondere vlakte. Maar jongens, ik hoop in ieder geval dat jullie toch even net genoten hebben over onze plannen van natuurlijk Conquest of Middle-earth. Denk je dat wij gaan winnen? Want ik denk dat we de volgende aflevering, dat het alweer de oorlog is en zo niet, dan ga ik even wat meer confrontatie opzoeken. Ik denk dat wij de volgende aflevering mee bezig gaan met Tomcraft. Want ik wil toch nog wel wat magie kunnen beheersen voor de volgende aflevering. Dus vond je dit leuk, doe natuurlijk eventjes dat blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op het kanaal van Jurgen en op mijn kanaal. En laat natuurlijk even een reactie achter of jij weet dat wij gaan winnen of dat wij gaan verliezen. En laat natuurlijk even weten waarom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Tadaa, wow. Magic. It's magic. Maar eigenlijk heb ik deze nodig voor het maken van iets heel handigs voor ons. Ik heb je blokje. Oh, nee, die heb ik nodig. Hij ligt achter je. Oké, okay, dankjewel. En nu gooi snel terug op de floater. Oh, nee. Nice. Hij ligt daar. Waar? Oh, hij ligt bij de andere. Ah, jij hebt hem. Oké, Emil. Don't think. Just do it. Au. ik moet nog eten halen. Hey, eten. Alsjeblieft, ik was wel eerst. Eten, dat is wel je zo. Je moet hem erin doen. Oh, sorry. Oké, okay, stop hem erin. Ja, ik laat je wel iets doen. Ik bedoel, het is niet dat ik hier gewoon iron in mijn chest heb zitten, maar ik wil jullie...